Waar speelt Memphis Depay? Momenteel wordt er even opgezocht welke voetballer Memphis Depay speelt en wanneer hij daar is begonnen met spelen. Hallo beste kijkers van Rabona TV, welkom in het nieuwe jaar. U bent geblest en gezegend, dit is Mauri. We zijn vandaag in Almere, ik ga mensen de vraag stellen wie hun favoriete speler is. En daartussendoor ga ik ze een beetje fucken. Veel kijkplezier en groeten vanuit Almere. Groeten van Mauri. Mag ik vragen of jij van voetbal houdt? Niet echt man, ik ben geen fan van voetbal. Horsefighter, waarom ben je geen fan van voetbal? Ik ben meer van auto's man, autoracen en dat soort dingen vind ik interessanter, vind ik leuker. Horsefighter, maar voetballers kunnen ook in auto's rijden. Dat is waar, die rijden altijd meer met dikke auto's ja. Horsefighter, is er toevallig een voetballer die echt jouw favoriet is? Cristiano Ronaldo denk ik dan. Horsefighter, en waarom dan? Ik weet niet, hij is best wel bekend, veel geld. Vind ik wel mooi man, hij doet het goed. Horsefighter, maar dan heb ik nog een vraag. Denk je niet dat Cristiano Ronaldo zijn hoogtepunt van zijn carrière heeft behaald? Denk het wel man, vooral nu hij Real Madrid heeft verlaten, denk ik wel dat het er was voor hem, ja. Dat denk ik ook, Horsefighter. Weet je waarom ik Horsefighter zeg? Ken je dat, Horsefighter? Cristiano Ronaldo was ook een horsefighter. Okay. Dat is iemand die gaat voor zijn eigen weg en zijn eigen dromen die hij waar wil maken en waar hij voor strijdt. Horsefighter. Okay. Zou je dat ook kunnen zeggen? Horsefighter. Horsefighter. Dankjewel Aasen voor je tijd. Man. Hey, succes jongen. Succes. Leuk dat jullie weer kijken bij naar Rabona TV. Ons volgende interview hou ik samen met Anthony. Hallo Anthony. Horsefighter. Hi. Horsefighter. Welkom bij Project Rabona. Wij doen dit op basis van vrijwilligheid en om de wereld te verbeteren, Horsefighter. Maar waar het om gaat is, wie is je favoriete voetbalspeler? Ja, dat is een lastige vraag. Ik zou zeggen Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang? Ja. Horsefighter. Horsefighter. Wat is de afkomst van deze persoon? Hij komt uit Gabon. Horsefighter. Gabon, ben je ook Gabonees? Nee, ik ben half Surinaams en half Nederlands. Oké. Okay. En hoe kom je dan bij deze speler terecht, Horsefighter? Hij speelt bij mijn favoriete club. En dat is, Horsefighter? Arsenal. Ja. Arsenal, ja. Horsefighter. Ik weet nog vroeger toen ik FIFA deed, op de PlayStation, dat ik ook vaak Arsenal was. Omdat Arsenal een hele fijne ploeg is. Ja. Horsefighter. Wie is nu de allerbeste speler bij Arsenal? Aubameyang. Oké. Okay. Aubameyang? Ja. Oh, Aubameyang? Ja. Oh, die ken ik wel. Dat is een goede speler. Hij kan voetballen, ja. Hij kan? Hij kan voetballen. Kun je ook voetballen? Ja, ik kan wel een balletje trappen, ja. Horsefighter, zit jij op voetbal? Ik zat op voetbal, maar ik ga volgend jaar weer op voetbal. Horsefighter. En wat is je favoriete... je favoriete gebeurtenis wat verbonden is aan voetbal? Zo. Ja, dat is een lastige vraag. Heb je ooit een heel mooi doelpunt gemaakt? Jawel, ik heb wel eens van afstand goede goals gemaakt. Horsefighter, zeg maar net buiten de 16. Zo kan je het wel noemen, ja. In de hoek zo gedraaid? Ja. Met vrije trappen, ja. Heel gaaf, Anthony. En wat denk je hier nou van dat ik jouw interview en steeds Horsefighter zeg? Een beetje droog, maar ja, mag wel. Wat is jouw favoriete speler? Heb ik niet. Horsefighter, wat is jouw favoriete speler? Klaas van Huntelaar. Horsefighter. Hij heeft bij Heerenveen gespeeld, hè? Klopt. Is het daar ook begonnen? Nee. Oké. Okay. Denk je dat hij daar gaat eindigen? Ja. Horsefighter. En waarom heb jij geen favoriete speler? Omdat het team van Ajax gewoon goed is. En ik kan daar geen speler tussen kiezen. Horsefighter. Dus jij vindt Ajax globaal gezien heel goed, ja. Maar je hebt geen favoriet? Nee. Horsefighter, dat is wel tof, man. Dat heb ik nooit eerder gehoord. Mijn favoriete speler is, denk ik, James Rodriguez, Horsefighter. Dat is een voetbalspeler uit Colombia en hij speelt bij Real Madrid. Maar hij is verhuurd aan Bayern München. I know that. Horsefighter. En wat doe je nou about James Rodriguez? Hij is een hele goede speler. Echt gewoon een hele goede speler. Kan ook goed dribbelen. En hij is gewoon een hele goede speler. Horsefighter. Kun jij een beetje voetballen? Ik zat op voetbal. Horsefighter. Hoe lang? Bijna een jaar. Horsefighter, ik denk 6 jaar. Je vraagt je vast af waarom ik Horsefighter zeg. Ja.
Nou, ik zal je uitleggen. Een horse fighter is iemand die echt gaat waar hij in gelooft. Die gaat ervoor vechten waar hij in gelooft. Een echte horse fighter is bijvoorbeeld het team van Ajax. Dat zijn allemaal horse fighters. Een echte horse fighter is iemand die gewoon vecht voor zijn normen en waarden. En wat hij wil bereiken, horse fighter. Denzel, wil je nog wat toevoegen aan dit interview? Niet echt, nee. Andries, wil jij nog wat toevoegen aan het interview? Niet dat ik weet. We zijn in Almere. Wat betekent Almere voor jullie? Homeplaats. Horse fighter. En voor jou? Goeie stad. En ook gewoon, je kan iedereen vertrouwen hier. Oké. Horse fighter. Wie is je favoriete voetbalspeler? Memphis Depay. Memphis Depay. Memphis Depay is een echte horse fighter. Waarom is hij dat? Ik weet niet, maar hij is gewoon mooi. Horse fighter. Wie vind je nog meer mooi en is goed in voetballen? Gregory van der Wiel. Nee, horse fighter. Maar dat zijn allemaal Nederlandse voetbalspelers. Ik ken ook geen buitenlandse. Oké. Horse fighter. Kan je zelf voetballen? Nee. Nee, ik kan niet voetballen. Horse fighter. Welke sport vind je wel leuk? Basketballen, maar ik doe er niks mee. Oké, dat is wel leuk. Kan je zingen? Of ik kan zingen? Ja. Nee, niet echt. Mensen zeggen van wel, maar ik vind van niet. Zou je een stukje willen zingen? Nee, man. Horse fighter. Dat wordt het vandaag niet. Dat wordt het vandaag echt niet. En waar speelt Memphis Depay? Waar speelt... Mag ik opzoeken? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Horse fighter. Waar speelt Memphis Depay? Momenteel wordt er even opgezocht welke voetballer Memphis Depay speelt en wanneer hij daar is begonnen met spelen. Lyon? Olympique Lyon, klopt dat. Memphis Depay speelt bij Olympique Lyon, horse fighter. Wat was je naam? Gwendolyn? Gwen. Nou, leuk. Bedankt voor je tijd. Yes. Groetjes van Mauri. Yes. En tot ziens. Yes, doei. Doei. Dit was Gwen bij Rabona TV. Mensen, ik deed met plezier. Dit is alweer het einde van de video. Ik dank jullie voor het kijken. Ik deed met plezier en ik vind Almere een geweldig leuke stad. Ik kom hier graag volgende keer. Maar het duurt nog wel eventjes, zijn we weer ergens anders. Maar voor de aankomende video's zijn we nog even in Almere. Het is vandaag een regenachtige dag. We staan hier bij het station. En het is hier overdekt. En dat betekent dat we hier gewoon rustig mensen kunnen interviewen. En horse fighter. Groeten van Mauri.